Yo dames en heren, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En zoals jullie kunnen zien aan de thumbnail en waarschijnlijk aan de titel en alles, ik ga reageren op mijn oude potjes met bekende Nederlanders waarmee ik heb gespeeld. Dus echt de OG tijden toen ik bijvoorbeeld met Dom, met Enzo, Royalistic en andere grote Nederlanders heb gespeeld. Ik heb hier toevallig twee potjes van Dom. Dom heeft op zijn hele YouTube kanaal als het goed is maar twee potjes Fortnite. Eentje met zijn moeder en eentje met mij. Terwijl zijn oma hem dan belde. En ik heb met Enzo Knol volgens mij 3 of 4 video's op zijn tweede kanaal, Enzo Knol 2. We gaan ze terugkijken. Mijn eerste video met Enzo en mijn eerste video dan met Dom. En dan ga ik gewoon kijken hoe het toen was, hoe het seizoen was, wat ik ervan vond en wat jullie missen in Fortnite momenteel. Laten we beginnen. Oké, hier gaan we beginnen te pushen. Kijk. Wat zeg ik allemaal? We gotta go to the circle, wat? Mijn stem, jongens. We gaan winnen, man. Ga naar rechts, dan doe ik je links zo. Gaan we zo op mijn kant op. Ga naar rechts? Ik ga Dead Side spelen? Cobra, kijk dit. Oh jongens, ik mis deze plek wel. Tomato Town en hierboven al die stenen. Ik mis het wel, man jongens. Ik mis het wel. Oh, deze spots, man. Jongens, oh, ik krijg nu letterlijk gewoon... Ik krijg oprecht gewoon, ik weet niet of je kan zien, een beetje kippenvel, man. Ik mis gewoon dit seizoen zo erg. Dit was echt wanneer Fortnite de topmoment was. Iedereen had plezier. Oh, dat geluid van die AR. Niet zo'n groot fan van dit geluid, maar ja, ik kan het niks aan doen. Even kijken, wat gaan we allemaal doen? Oké, granaten waren hier nog en die klingers. Ik speel trouwens ook Pups. Nee, toen was Pups nog leuk. Snipt hij me nou, ja. Overpieken, maatje. Maar kijk mij dan, YOLO erin springen. Eentje nog ik volgens mij, of niet? Nee, hij was 1 AP. Oh nee, hij kustte hem. Ik miste alles. Jongens, toen maakte ik ook al smoesjes. Ik mis, hij was one shot, dit en dat. Hij was ook one shot, maar weet je, ik ging alweer domme dingen vertellen. Het boeit dan echt niet dat die guy 1 AP was dan mij. Wat hier binnen? Oh ja, wacht. Nee, neem maar voor mij. Ik ben te ver weg. Ik sta langs hem. We moeten bij elkaar blijven, zegt hij. Ik zeg niks, ik negeer hem gewoon. Kijk hoe dom trouwens. Kijk hoe jong hij is. Kijk hoe jong Don er nog uitzag. En ik kijk hoe mijn step. Ik was volgens mij 17 hier. Ja, ik werd bijna 18. Ja, wauw jongens. Even kijken, was dit in oktober? Of juni. Ja, ik was nog 17. Ik werd 18, 1 maand hierna. Oké dan. Oké, hoe de fuck heb ik dit niet vergeten? Hoe ben ik dit vergeten hoor, dat geschreeuw. Oké dan, eentje headshot snipe, heerlijk. Ah nee, ga je dood? Nee. Oh nee, ik killed hem. In plaats van dat ik zeg GG, kill steal. Was dit potje, mogen we niet verliezen gast? Gaan we dit winnen? We winnen dit potje volgens mij of niet? Mijn heal is low. Ik heb geen heal als goed is. Dan. Niet pushen. Niet pushen zegt hij ook. Nee. Ja, ik heb de winst gemaakt heb ik wel, maar... Jongens, sorry voor de pauze, maar... Ik heb 1000 winst, dan mag ik dat wel. Wat zeg ik? Oh, heb ik 10.000 winst? Ik hoef niet te pushen. Ik speel met een bekende YouTuber. Ik moest gewoon zorgen dat we wonnen. Wat ga ik hier cool doen met mijn winst? Ik doe even healen. Menno, je hebt al 2 minuten de tijd gehad om te healen. Ik was echt een mogol. Oh mijn god. Oh jongens, echt kijk hoe graag ik kills wou. Kijk hoe graag ik gewoon dit ook snel alles wou. Want nee, hij miste snipe. Maar winnen we nu? Oké, nog een keer gemist. Ik push, ik zeg niks. Hij zegt doe rustig, ik zit in één keer te pushen. Tuurlijk Menno. Super, tof Menno, heerlijk. Eentje bijna down. Wat bijna down? Hoeveel heb je gehit? Helemaal niks natuurlijk. Precies, hou de high ground. Hou de high ground, goede call-out. Zijn game sense was hier al gewoon beter dan mijne. Oh, hij valt zelf. Oh, hij jumped fully down. Goede call-boom. Oh, hij mist. Hij killt hem. Ik heb mijne dood als het goed is nu. Ja, zie je? Ik wist het gewoon. Ik moest er eerder zijn, hè. Ik weet gewoon. En we hebben gewonnen. 10 kill game. 10 kill game. Ja, we hadden het meer totaal, maar... 10 kill game, motherfucker! Dames en heren, weet zeker niet over wow. Een heerlijke win. Menno staat lekker in de beschrijving. Onze oh ja, hij had me toen ook gewoon letterlijk in de beschrijving gezet. Dat doen ook niet veel YouTubers. Ik weet ook niet, man, boys. Maar kijk. Wow. Die man, echt nogmaals dankjewel, Madon, voor toen die tijd. Uber Quinn, alle grote Nederlandse YouTubers waarmee ik heb gespeeld. What the fuck? Ik was echt irritant. Ik snap niet hoe jullie met mij volhielden. Ik heb 1000 wins, dus ik mag eigenlijk wel pushen. Voor wat? En dan hier, mijn nieuwe dealpartner in Fortnite. Vanuit de comments.
Even kijken, King of Mighty zei, ha lekker Menno, Menno Knol, Aina, Cappy, bro, Cappy, ik mis hem ook nog altijd, onthulling van Menno, Cobra is echt goed, wauw. Vandaag is het tijd voor het oude, vertrouwde Salty Spricks. En ik ben vandaag met iemand waar ik nog niet eerder mee heb gespeeld. Nee, klopt. Dat was eerste video. Eerder mee heb gespeeld, namelijk 3 potjes en alle 3 gewonnen. Dus toen dacht ik van oké, het is tijd voor een opname voor mijn kanaal. Ik kijk of we ook een mooie, leuke, grappige win kunnen neerzetten. Ik land hier samen met iemand, maar ik neem gewoon het risico. Is hier een wapen? Dan ben ik als eerst. 10 damage per pickaxe, hè? Is alleen maar ammo. Ja, ik heb een wapen. Okay, god, oeh die Mike! Oh, daar ben jij. Maar hij heeft ook geen wapen, dus op zich hebben we er niet zo heel veel aan. Mijn damage. Ik zal even zijn naam noemen. Ik ben samen met Menno, hallo. Hallo. En Menno die heeft geen webcam, maar jullie kunnen hem wel gewoon horen. Dus dat is mooi. Ja, wat moet ik nog meer over zeggen? Ja, hallo. Wow. Oh, shit. Ik mis dit echt jongens, echt deze tijden man. Waar is die? Oh, hier. Oh, nice. Ah, nice, shotgun. Dankjewel, maat. Oh, ik heb geen ammo. Heb jij ammo? Oh, shit. We moeten weer rennen. Oké, ik ga heel eventjes kijken. Nee, joh, niet rennen. We blijven gewoon hier. Kom goed. Er moet hier toch wel ergens nog een ander wapen zijn in zo'n huis. Het kan toch niet alleen een shotgun zijn? Kijk, hier pistooltjes. Ja, ik hoor hier nog een kistje onder. Ik was echt cringe, jongens. Nee, jongen, dat is nog helemaal niet geloot, joh. Hoppakee. Oh. Hoppakee, kijk een dikke bolt hier. Kijk eens even joh, dit pakt in één keer echt ontzettend goed uit. We zijn in ieder geval qua skins wel echt een goed duo. Ik hoor hier nog een... Ja, voor de mensen die weten, de titel is ook voor een reden. Ik zou met Enzo Knol duo worden op Fortnite. Als ik het goed zeg, ik weet niet meer, volgens mij als ik het goed zeg. Als ik mijn PC zou gaan fixen met een webcam. En ik heb die toen ook gelijk besteld met lening van mijn vader, want ik wou dus zo graag mogelijk weet ook de duo van Enzo worden. Wie wou dat nou niet? En ik was toen best wel goed op dat moment. Hij wou video's pushen, pakte views. Ja, weet je wat, dat is voor hem ook goed voor zijn kanaal. En wij wouden duo worden, alleen ik had andere plannen, omdat ik dus nog ik kon geen PC kopen, snap je? Dus ik had die extra geleend van mijn vader geld om te kunnen kopen. En toen is Enzo zijn PC gestolen. En toen heb ik een jaar geen contact gehad met hem. Ja, ik weet volgens mij nog precies jongens. Toen heb ik, zijn PC is gemaakt. Hij heeft geen Discord meer, niks. En toen heb ik ook nooit meer contact met hem gehad verder. Ik had hem nog een keer gedoneerd, laatste maand of 2 of 3 geleden. Toen vroeg ik van, ken je me nog? Hij zo, ja, ik heb jouw Fortnite gespeeld. En ja, ik speel het niet meer, zei hij. En ja, klopt precies, maar... Wauw, zo fat toe jongen. Ik zeg, als ik gewoon terugkijk... De potentie in deze dingen, gewoon... Abnormaal. Ja, dat zou helemaal. Oh, daar loop ik. Kijk onder je rechter. Oh, golf. Oh my god, dat is zo ziek. Oh my god, mensen. Oh, ze zijn aan het. Hij is echt goed te hype, jongens. Oh, hoor dan. Oh, mijn golfkar. Oh my god, weet je wat hij is? Hij is zo goede content creator eigenlijk. Perfect. Ik zeg, Enzo. Ik moet het naar je nageven. Je bent niks van niks grootste als je het ooit ziet. Wow, jij wist echt hoe je content moest maken toen al. Ja. Maximale eruit halen. Komt ie? Bam, ja. Lekker, gast. Wat was die lekker? Nou, het zijn weer op. Heerlijk. Oh, ze staan hier gewoon te campen. Staan ze daar gewoon boven te campen? Nee, onder. Oh, ze richten. Wat? Oh, echt? Waar zijn ze dan? Oh, ik heb nooit iemand kunnen raken. Ja, zo snel zijn. Oh, oh. Oh! Nee! Oh, hier ben ik aan het gooien. Ben je te laat? Ja, tuurlijk! Hij impuls me weg! Impuls. Oh, serieus? Ja, ik vind het allemaal kant. Sorry hoor. Boeien, hel ja. Nee, ik kom eraan. Ik ga alvast naar deze berg. Ah, dat was wel netjes van mij. Ja, is goed. Ik dit kom zijn een van de laatste. Dus ik zweer nu, als iemand er bij mij deed, had je uitgescholden. Ik was boos geworden. Oké, nou, dan snipe hem. Oh, hij wist, I know. Toen die vibe, toen die vibe. Ik heb builds. Oh jongens, om mijzelf terug te kijken en hoe ik speel en hoe ik was. Oh mijn god. Waar achter me? Ik weet niet. Ik was echt erg. Hoe heet dat? In die betalen basis op 295. Beetje doorspoelen, gaan we dit winnen of niet? Oh echt? Oh, hier gaan we pushen, oké. Hier gaan we naar druk. Oké, dan gaan we weer terug. Oh nee, we gaan in één keer terug. Je ziet het? Ja. We doen echt niks. Hij is sniper. Man, zit hier heel achter campen. Oké dan. Hey, kom hier langs.
Oh, hij heeft snijpt iemand. Maar hij gaat natuurlijk van. Oh. Ik zei, kom je langs bij, pak ze. Kun je dan? Menno gelijk natuurlijk weer erop, ben je eerlijk? Ja, ik kom graag mee hoor. Let's go! Ik zei het toch? Oh, hij is al dood? Ja. Nice! Kijk hoe snel op die loot was. Hey, Johnny, eerlijk, ik was Mr. Swipe al day. Okay, ik swipe hier al gewoon. Dit is 2 jaar geleden, ik was al grootste loot die er is. Ja, hier zit. Jeetje. Ik heb 900. Jeetje. Oh, je zit op de berg, pas op. Op dit terugkijken is gewoon zo ziek, hè, jongens. Alle dingen die gewoon ik heb gemist aan dit spel, zie je nu gewoon terug. Het is gewoon ziek. Hoppa. Oh, hij is naar beneden gekomen. Gewoon moe. Ik ben echt wel lang aan het kijken naar deze video, hè. Hoe lang duurt deze video? 17 minuten! Oké dan. Eentje heb ik bijna dood. Oh. Waar landen we? Kun je nou Enzo, de push. Oké, eentje low, zei ik. Pak dit. Oh shit. Ik heb eentje knocked met SMG. Vol Cobra, heerlijk. Waar is die gebleven? Oh, die zit daar boven. Hij zit hier boven. Oké, die ga ik naar beneden schieten. Oké. Oh! Holy shit, uit de lucht! Oh, GG. Wat? De andere smijt ook, heb een chuk-chuk voor ons. Een chuk-chuk? Heb je een chuk-chuk? Chuk-chuk. Locomotief chuk-chuk. Moet je tegen het midden aanspringen en zo, en dan vlieg je hoger, weet je wel? Tegen het midden aanspringen. Kijk. En dan ga je dan heel hoog. Wat? Oh, dat ging bij mij niet. Oh, ze staan ze ook op de berg. Oh, ze staan op de berg. Oké. Hij dacht skip. Hij weet niet hoe. Dit was vroeger ook echt leuk op te doen. Je staat in de boom! Ja. Gast. Oh, ik was erg erg, jongens. Oh, in een boom. Wat zit ik in die boom? Let's go, mensen. Let's go. Ah, we winnen deze sowieso wel. Oh, wat gooien ze? Oh, klingers. Oh, eentje heel vaak geraakt. Oh, eentje down. Laat het 2 kogels. En die kan het. Ja, dit ga ik doen hoor, mensen. Je kan het. Alsof ik zijn zoon ben. Je kan het. Enzo, je kan het. Ik ben je vader. Je kan het. Menno, kom op. Laat die man zijn spel doen. Ja, ik ga hem pakken hoor. Oh, ik mis mezelf wel echt. Dit was echt de tijd. Eerlijk, ik ben echt veel veranderd. Ik heb nu professioneler aangepakt. Ik ben veranderd. Oh, hij mist. 26 white. Nee, dit gaat goed komen. Ik heb pakken. Ik moet hem even wat mooier pakken. Oké, bounce. Nu kill hem. Oh, meneer. Waar is die? Oh, hier. Oké, ik ben bijna dood hier. Oh, hij killed hem. Wauw. Ja, lekker hoor. Wow, 4 potjes gespeeld, 4 gewonnen zoals je hoort, jongens. Ik heb gewoon 15 kills met z'n tweetjes. Jongens, kijk hoe blij we waren om 15 kills. Nu als we in arena nog niet 10 kills droppen, zijn we noob. Oh my god, ik mis echt deze tijden, man. Ik had al gereageerd van mijn slechte mic. En dan hier, was zeker leuk, hartstikke bedankt dat ik mocht meedoen. Fucking 500 likes. Wauw. Boys, ook, even kijken. Ja, hier sta ik ook gewoon, oh nee, hier stond ik niet in de beschrijving. Maar volgens mij wel bij de andere video. Echt, boys, dikke shout-out naar echt iedereen die mij al sinds het begin kijkt. Als ik zo terugkijk, ik mis deze tijden echt. Op een dag gaan we terug, zoals jullie zien. We gaan nu zelf ook richting de 100k. Ben je nou nieuw, heb je nog niet geabonneerd, doe het dan eventjes. En dan zeg ik bedankt voor het kijken, tot de volgende video. Laters.